Hey Fons, maar even iets vragen, hè? Ja. Nou, is in Eindhoven is die niet Dutch Design Week? Hè? Ben jij daar wel eens geweest? Mijn broer die komt daar. Maar jij bent er nooit geweest? Is het elk jaar of zo? Op de vlucht voor al die designerbrillen en hippe kapsels in de Eindhovense binnenstad onthullen de Johnny's vandaag heel exclusief in Netersel het best bewaarde geheim van de Dutch Design Week. Fons van der Heijden. Is dat het groot gebouw waar die klok op staat? Waar vroeger Philips zat? Heet dat het klokgebouw? Fons is zo geheim dat niemand bij de DDW ooit van hem gehoord heeft. Fons op zijn beurt heeft gelukkig ook niets met de Dutch Design Week. Maar Fons is wel degelijk designer. Dus dat is van twee oudruiten gemaakt van een snoek. Maar hoe komt het nou op het idee? Ja, hoe komt het op dat idee? Ja, ik had toen geld en zo en dan op rotsen, ik denk, dan maak hem maar zo, weet je het niet. Het had geen geld. Het nood geboren. Ja, precies. Kunst wil Fons van der Heijden zijn werk niet noemen. Ja, ik weet niet. Er is een kunst en andere. Wat is dat dan voor zooi? Nou, ik ben eigenlijk met een dier begonnen, niet aan de dingen gehangen. Maar dan gaat het maar weer zitten buigen en dan geleidelijk aan ontstaat er iets moois. En dat komt dan niet uit een derde wereldland. Dat komt uit Heersel. Dat is wel bijna, hè. Ja, dat is een soort kabelbaan. Ik kan er hier met een was op staan. En dan hangen we was eraan. En dan trekt hem maar voort, hè. Jouw een dag poetsen. Fons maakt niet alleen design, ook zijn huis heeft een verborgen, prachtig plekje design. Want hoe koud was het daar? 20 graden ongeveer. Dat had mijn broer een keer geflikt. Onder 0,20? Ja. En dan deden mensen die deden groenten zelf inpakken en vlees en zelf slachten. Goed, dus dan hadden elk dorp of een aantal dorpen. Die hadden zo'n koelcel. Goed. En dan heb je dus eigenlijk een heel grote vriezer. Ja. Die rolde dus een sneeuwbal, net als je een sneeuwpop maakt. Goed. Dus vervolgens, wat doet hij? Hij legt hier een plank neer zo, dus een opruitplank. Goed, hij rolde die sneeuwbal zo naar binnen. Zo, zo naar achteren. Nou, deur dicht. 20 graden vriezer. Ja, die laat een half jaar liggen tot het zomer is. Dan gaat hij naar binnen. Dan halen we die sneeuwbal weer naar buiten. En dan rollen we naar de straat. Weet niet meer gezien. Huh? Weet niet meer gezien. Nee, precies. De Johnny's weten het zeker. Fons staat volgend jaar ook op de Dutch Design Week. En zij worden zijn manager.